hier een granny liggen die al kant en klaar is. En zoals je ziet ben ik zelf in het hele begin, toen ik pas begon met deze nieuwe techniek, kreeg ik het nog niet klaar om meteen vanuit mijn eerste rij tunische vasten te beginnen met mijn raglan, zeg maar, of met mijn hoeken. Dus dan heb ik er eigenlijk voor de zekerheid nog maar een toer vast omheen gedaan, zodat ik wat meer grip had en wat meer kijk op het werk. Inmiddels is dit niet meer nodig en gaat het vanzelf. Je ziet dus ook dat wat het effect is van je hoeken. Je krijgt een ontzettend mooie raglan. Dan moet je je voorstellen dat je dit in een trui hebt. Dit is zo schitterend. Die hoeken. Altijd keurig en netjes afgewerkt. Nou, ik heb hier eigenlijk zeg maar een soort pannenlap van gemaakt. En ik heb daar een gegeven ogenblik gaan wisselen naar een reverse, wat ik net al zei. En ik heb er hartjes in gehaakt. Dus als je eigenlijk door was gegaan met dit motief, dus dan had je er een deken of een lapgan van kunnen maken. Het hartje is hier af en je had dus theoretisch gezien aan deze kant weer met een nieuw hartje kunnen beginnen. Dus van 1 worden er tot 2. En iedere keer krijg je, omdat die raglan aan die hoeken natuurlijk doorlopen, krijg je steeds meer hartjes. Dus dan had je een hartendeken gekregen. Ik zal jullie even laten zien hoe een trui er gaat uitzien met een raglan. Kijk, dit is dus een mouw, gemaakt met een raglan en gewoon in het rond gehaakt. Dit is gewoon een tunische trui die ik gehaakt heb. Ik ben begonnen aan de bovenkant, aan de bovenzijde, hier, met de nek. Hier kun je de naad nog zien. Daar heb ik 102 vasten voor opgezet en ik ben het gaan splitsen in een voorzijde. In een mouw, dat kun je ook zien, hier. Aan de andere kant is natuurlijk ook de raglan, die zit aan twee kanten. En zo ben ik doorgegaan. Ik heb het eerste stuk heb ik hier in een leuk motief gaan haken. Gewoon in wat jullie in eerste instantie geoefend hebben. En de rest van het voorpand en het achterpand heb ik gewoon in de basissteek afgehaakt. De onderkant ben ik weer gestopt met de dambord. En zoals je ziet, gewoon de raglan doorgehaakt, die wat ik jullie net heb voorgedaan. De mouw heeft hier aan de bovenzijde ook de reverse en de breisteek. Dus ik heb in deze trui gewoon 102 steken opgezet. Ik ben helemaal naar beneden gaan haken. Constant in het rond met het gebruik van mijn dubbele meerdering. En ik heb in één ruk deze trui kunnen afhaken. Omdat er voor de rest geen naden of wat ze ook dan zitten. Hier aan de onderkant kun je zien dat er aan weerskanten netjes geminderd is. Door 2 steken samen te haken en eentje open te laten. Dan krijg je een hele mooie naad in de trui. En de mouw is dan weer afgewerkt met het dambordje en de steken in vaste in kleur en dan 2 naalden kleiner, zodat het een mooie stevige mouw wordt. Nou, degene die wat er interesse in heeft, die mag zich aanmelden bij mij om samen een trui te gaan haken, zoals jullie dat zelf voor ogen hebben met deze nieuwe techniek. Dit patroon van deze trui, als je hem leuk vindt, kunnen we ook gebruiken voor een trui te haken. Als je eenmaal het principe weet van een trui haken, dus startend bij de nek, bij de halslijn, wat je naderhand weer gewoon opneemt. Zie je? Je neemt hem naderhand gewoon weer op, want dit doe je het laatste. De hals is ook mooi afgewerkt met steekjes, met de vaste en dan een naald kleiner, zodat het patroon gewoon keurig netjes doorloopt. Zie je? Loopt gewoon keurig net door. Dan kunnen we dit patroon natuurlijk
ook gebruiken in de kleuren zoals je ze wilt. Ik heb hier gewoon een basis acryl voor gebruikt, omdat dit gewoon testmateriaal is. Maar het laat zich op zich best wel makkelijk haken. Misschien een merino. Het kan. Dus degene die wat er interesse in heeft, kan zich altijd bij mij melden. Dan hier nog een keer de muts. Je kunt dus echt iedere patroontje gaan gebruiken om in te haken. In dit geval was het een patroontje van een poes. Dat heb ik dus ingehaakt in een muts. En hier dus het boord gemaakt van de breisteek en de reverse, zodat dit ook een lekker vrolijk tintje heeft. En dan hebben we hier nogmaals onze ster. En zo kun je op deze manier een Noorse trui maken. Dankjewel voor het kijken.